kijkers van IMT verder met een nieuwe aflevering van Rocket League. Helaas is het vandaag geen Keep Talking of Nobody Explodes. Puur omdat de opname helaas alleen maar hapert en problemen leverde. Dankzij een Windows bug dat mijn PC op een of andere manier niet kon multitasken. Of zo heel erg goed. Mijn excuses hiervoor. We hebben met mannenmacht geprobeerd om vandaag nog zo op te kunnen nemen. Ook helaas door die bug is het niet goed gegaan. Ik hoop dat deze gameplay wel goed gaat. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ik wil graag om zo nog wel iets online hebben. Dus anders komt het anders randoms online. Als je dit niet ziet. En ik hoop dat die bug alleen voordoet bij die ene library. Of bij die ene DirectX versie. Want ik weet dat Rocket League draait op 12 en voor mijn Keep Talking Nobody Explodes op 9. Dus ik hoop dat het wel goed gaat. Maar we gaan het zien. Boom. Ik hoop dus wel dat ik kan winnen. Dat zou op zich wel heel erg gaaf zijn. Vet gaaf, jong. Oké. Die doet heel goed zijn best. Hij wil heel graag winnen. Dat zie je. Ah! Dat zie je. Maar ik ook heel graag winnen. En dat zie je ook. Maar behalve dat ik dat soort dingen ga doen. Dan begin ik eigenlijk af te vragen. Wat wil ik eigenlijk nog gaan doen? Ah. Oké, okay, dat was klungelen. Dat was gewoon echt klungelen. Eerste klas. Ik moet even kunnen winnen. Maar ik heb van de positieve kant. Ik heb er wel 12 XP. Hoppa. Dan. Dat is iets meer XP erbij. En puntjes. En ik sta met wat meer punten dan hem. Woe, mijn score is hoger. Ik had het wel eens gehad dat ik een keer de 1000 score had en alsnog verloren had. Terwijl de hoogste enemy misschien 600 had of zo. Maar al mijn teammates die waren gewoon echt zo noob. Dat ik daardoor gewoon letterlijk verloor. En dan stonden ze weer AFK, dan deden ze weer iets. Of ze tikten mij weer uit de goal. Ja, en dan rijden ze zelf er ook weer uit. Dat is de kleine dingetjes. Teammates, je hebt ze nodig. Maar wat moet je er af en toe mee? Net zoals een enemy. Die kunnen ook heel vervelend zijn. Vooral als ze proberen te faken. Wat ik af en toe wel eens wil doen. Zoals wat ik daar heel erg mis deed. Ik heb een plan om dat te gaan doen, maar het lukte niet. Terve Geefs. Oké, wat gaat hij doen? Zo! Het ging heel goed met mijn internetverbinding. Op de servers weer shitting himself. Wat ik hoorde nog wel eens voor gebeuren in Rocket League. Oké, dan geef ik een boost. Ja, dat wordt gescoord bij mij. In 3, 2, of niet. Hij verneukt het zelf. Moet hij zelf weten. Maar daar ben ik alleen maar blij mee. Zie dit, hij probeert het nog wel. Ja, dat wordt nu gescoord. Die was heel makkelijk om nog te scoren. Ik had constant geen boost. En in deze situaties was boost op zich best wel makkelijk geweest. En ik moest aan een gok maken. Wat gaat hij doen? Gaat hij missen of gaat hij raken? En daar had het geluk mee. Dat ik dat niet kon inschatten. Ja. Als ik hier iets meer boost over had gehouden. En die absoluut niet had gemist. Oké, okay, hij weet niet hoe hij zo snel moest handelen. Wah! Au, boom. Bijna. Die gaan we zo doen. Dat doen we zo. En... kaboom! Kijk, soms maakt niet uit hoe je scoort, maar dat je scoort. Deze kon echt heel smerig scoren. Boom. Totaal niet de bedoeling om dat te ontploffen eigenlijk. Maar hey, het is mooi meegenomen. Ze heeft er ook nog even ingehaald. Nee, ik had te weinig boost en hij ging te hard. Die bal had eigenlijk wat zachter moeten gaan daarvoor. Oké. Okay. We gaan dus op zo'n manier spelen.
Jij niet en ik niet. Deal? Anders doen we niks. Oké, dan gaan we kaart geven. Die zit erin. En toen zat ik weer voor. Ik kan dit nog gaan winnen. Oké, het is gewoon een mooie afleidingsmanoeuvre was dat. Daar doen we het voor. De opening op ongeluk Steam overleven, wat misschien wel erg handig is. Die zit er ook in. Dat is aber schade. Ik heb alsnog 10 punten meer. En hij heeft connectieproblemen. Maar hij was iets aan het doen op de achtergrond. Hoppa. Kaboom. In de hoek. Ik denk dat hij hem laat ontploffen en dan heel snel weer gaan scoren. Of gewoon niet. Of doet gewoon zo. In ieder geval, ik heb 72 XP erbij. Op zijn minst. Ik ben benieuwd als hij nog gaat give up gaat doen. Dat hoop ik eigenlijk wel. Maar eigenlijk niet. Kijk, minder XP. Kijk, weer wat extra XP erbij. Daar doen we het voor. 85 XP. Ik ben echt zo'n XP sletje geworden in Rocket League. Ik weet niet wat het is, maar ik wil heel graag die hele Season Pass, die Rocket Pass, ook helemaal completed hebben eigenlijk. Dat is een challenge die ik me gesteld heb. Ik had kunnen livestreamen, maar ik heb het echt gewoon letterlijk in livestreams gewoon gedaan. Om je ook een beetje te kunnen amuseren, maar mijn internetverbinding laat het niet toe. Misschien dat livestreamen wel, op 144p, maar daar houdt het bij op. En daar wordt echt niemand vrolijk van. Op die kwaliteit, zelfs ik niet. Ja. Dat is een voorzetje. Zijn nog wel opgeeft. We zijn gewoon allebei verlost hiervan. Van mijn gebeun. En van zijn losing streak. Maar even, ik heb wel gewonnen. Hier ga ik deze aflevering afsluiten. Eerst even kijken aan jullie laten zien hoeveel XP ik heb. Daar gaan we niet achter komen. Dat is wel heel veel, denk ik. 2690. Maar laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.